Mijn moeder zit vast. Zit helemaal vast, man. Met de riem. Mama zit helemaal vast. Ik kan geen kant op. Ik zit helemaal vast, Frank. Hoe kan dat nou, moeder? Omdat jij maar steeds roept van vooruit. Achteruit zit ik helemaal in de riem vast. Maar hoe zit dat dan? Hij zit helemaal door mijn mouw, de riem. Door de mouw? Ja, nee, ga nog maar weg. Anders denkt de meneer... Anders denkt de meneer van... Oh ja. Kijk hier. Ja, mama, kan die zo door de mouw? Van de camera nog dat we een intieme relatie hebben. En dan zo door de mouw trekken. Zo, ja, ja, maar je moet ook niet zo roepen als mama aan het parkeren is. En nou bent u los. Kom dan maar, moeder. Kom dan maar. Allemaal goed zo. Ja. Nee, dan moet... Ja, dat weet ik wel. Dat is iemand. Zo goed, over maar het hoofd. Dat jij maar steeds aan te roepen dat mama naar voren en naar achteren moet. En ik heb uw tas. Hoe ze moet pakken. Tas om. Zo. Nou, daar gaan we, mama. Van de ongewenste intimiteiten, want daar hoor je heel veel over, hè? Ja, over de ongewenste intimiteiten. Ja. Nou, bij de padvinderij, dat ze een heel protocol hebben tegen ongewenste intimiteiten, hè? Frank, ik woon nog bij de padvinderij gezeten, hoor. Ja, moeder, 2 jaar. Ja. En nooit last gehad van ongewenste intimiteiten, hè, Frank? Nee, nooit. Dat komt toen Frank 10 was hij al 1,80 meter, hè? Nee, moeder. 1,74 meter. Nou ja, goed, maar de hopmannen konden er niet mee. Ah. Maar wij hebben geen protocol nodig, hè, Frank? Nee, heeft mama jou ooit ongewenst geknuffeld? He? Nee, mama, nooit. Ik dacht het niet. Nee, hoor. Nee, ja, moeder. Ik vraag Frank wel eens of hij even het haakje van mijn bustière vast wil maken. Of hij even wil kijken of mijn kous goed recht zit. Is tenslotte de enige man in huis. Maar altijd alles in het nette. En we hebben altijd gezegd, als Frank 40 wordt, mag hij niet meer in het grote bed. Nee, he? Ik krijg een eigen bed. Ja. Want dinsdag word ik 40. En dan gaat mama hier eens kijken of er een mooi eenpersoons grote mannenbed is voor Frank. Dat is goed, hè? Mama. Je moet ze op een gegeven moment loslaten. Dan blijf ik hier staan, moeder. Ja, nee, je mag het niet weten, hoor. Ga even kijken. En ik wil helemaal geen eenpersoonsbed. Ik wil een groot, rond, zilveren waterbed. Waarop genoeg ruimte is voor 3 lekkere blonde meiden. Met ronde, pronte konten. Die het water laten klotsen als ik er een klap op geef. Omdat ik handen tekort kom. En mijn moeder, die is er dan niet. Nee, ze is niet dood. Maar ze is ergens logeren in het Hartsgebergte. Maar ja, ik heb geen 3 blonde vriendinnen. Ik heb niet eens 1 rode vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Oh, dag moeder. Mama? Ja? Heeft voor jou een heel mooi 1-persoons grote mannenbed gekocht. En dat wordt dinsdag bezorgd op je verjaardag. Fijn, moeder. Wat zeg je daarvan? Geweldig. Nou, en dan belooft mama je, als je nog eens een vriendinnetje krijgt en ze blijft onverhoopt een keer logeren en ze blijft slapen, ja? Dan mogen jullie samen in het grote bed. Oh. En dan gaat mama wel zo lang in jouw kleine nieuwe bedje. Gek mens ben ik, hè? Fijn hoor, moeder. Ja. En dan eten we hier samen, maar samenwonen vind ik zo'n eng woord. Toen zei hij van de week ineens tegen me, moeder, ik wil met je trouwen. Nee, moeder, dat zei ik niet, moeder. Nee, ik wil alleen uit ons samenwonen dezelfde rechten zien erkend te krijgen als de rechten van een echtpaar.